Nieuwe Telen is eigenlijk zwart-wit al jaar en dag aan de gang. Alleen nu heb je een naampje gekregen, duurzaam telen. Maar in feite, in het proces in de tuinbouw is daar altijd al mee bezig geweest. Het is een continu proces. Maar door de meetapparatuur kunnen we ook beter nadenken, kunnen we beter analyseren wat er wel en niet gebeurt. Vroeger hadden we één grote hoop grond, nee, alle planten in poten. Tegenwoordig hebben we gewoon bijna elke plant op zijn eigen soort grond. Zo hebben we ook met het substraat, we hebben verschillende waterbezins onder de tafel zitten. Elke plant op zijn eigen soort water, hoge zee, lage zee, jonge planten of oude planten. Nou, dat is allemaal maatwerk is dat liever leeg geworden. Elke tuin heeft zijn eigen afdeling, zijn eigen klimaat, zijn eigen luchtvochtigheid, zijn regenleiding, geen regenleiding, belichting of geen belichting. En dat is natuurlijk gewoon ja, gekoppeld aan een soort product wat daar staat, wat daarbij dat klimaat het beste past. Kwekers hebben de eigen computer gelegd thuis, die ze thuis kunnen regelen, terwijl je niet fysiek aanwezig hoeft te zijn. De werkplekken hebben ze natuurlijk thuis. Ja, wat dat betreft is het een hele mooie wereld waar we in zitten. Of je nou aan deze kant van de wereld zit of aan de andere kant van de wereld, je kan het allemaal goed regelen. Laatst zijn we natuurlijk ook met een drone bezig geweest om te kijken hoe we kunnen gaan scouten, hoe we dat in de toekomst kunnen gaan organiseren. Ik zeg niet dat het morgen klaar is, maar we gaan er wel naartoe. De klimaatbeheersingen is steeds meer te automatiseren. Of de werkvloer kan automatiseren, dat weet ik nog niet helemaal. Handjes blijven wel te zien.